Ja, van Tebergen naar Sarsveld is niet zo'n heel groot stukje. Want ik heb een brief gekregen van Harry Bruins. En Harry wil Riet en Hendrik Nijland in het zonnetje zetten. Hallo meneer. U bent vast Harry. Waarom heb u gemaild? Waarom? Voor de boek. Het is klaargemaakt door de familie Nijland. Ja. Broer en zus. Ja. En er is zoveel aandacht aan besteed. En ze hebben jarenlang hebben ze daar werk mee gehad. Ja. U vindt dat ze even weer in het zonnetje moeten worden gezet. Juist. Dan nou, gaan we naar ze toe. We zijn aangekomen bij Riet en Hendrik. Ja, kijk. Oh, Riet, die schudt al. Nee. Nee, komen we er niet in? Ja, doe de deur maar. Het is zijn schuld. Harry. Hoi. Dan had jij alle trekkers wel bekeken. Ja. Ja, Harry had zijn bezoek wel aangekondigd, maar ja, ik mocht mee. Dacht, ik ben Esther Rikken van TV Oost. Ja. U bent Rief. Probleem. Maar mogen we even binnenkomen? Ja, dat mag. Ik ben Esther. Ja, dat is een boek. Ja, was een mooi boek. Maar hoe lang hebben jullie hier aan gewerkt? Ja, we zijn rond die dag al begonnen met verzamelen van oude foto's. En dat was zijn hobby. Mijn hobby was dat zoiets. Gewoon met trekkers en oude gereedschappen en dat spul, dat vond ik interessant. En dat was eigenlijk met begonnen met foto's. Een keer rondkomen voor boeren en te kijken. Foto's van boerenwerk. Ja, want van het een komt het ander, want er staan ook heel veel families in. Er konden veel foto's en dan namen we die foto's over. Want dan had ik heel duurzaam metgebracht. Nou, en zo is het eigenlijk begonnen. En nu is het af. Foto's en nu is het af en nu hebben jullie niks meer te doen. Nee, maar uit die dozen met foto's hebben we toen heel veel uitgezocht. En mappen vol toen al afgedrukt en in ieder geval bewaard. Totdat ongeveer 2 jaar geleden het idee kwam van we kunnen er wel een boek van maken. Kijk, dat is de oude pastorietuin die er nou nog is, achter de kerk. Het is een hele mooie tuin, dus van vroeger heeft het kasteel gestaan op deze plek. Nou, en deze kant is...